Hij kruipt over de vloer, probeert iedere beweging van zijn hoofd te vermijden. En hij zei tegen mij: Herman, ik ben nog nooit zo ziek in mijn leven geweest. Twee dappere KNO-artsen uit Zweden die het menselijk experiment hebben gedaan. Waarom verpest het evenwichtsorgaan de levens van miljoenen mensen? De Universiteit van Nederland presenteert vestibuloloog professor Dr. Herman Kingma. Om even heel direct te zijn, jullie maken een kans van 1 op 5 om in je leven een probleem met je evenwichtsorgaan te krijgen. 1 op 5. Het gaat vaak ook weer vanzelf over, maar er zijn natuurlijk ook mensen waarbij het een probleem blijft. Het grappige is dat een heleboel mensen eigenlijk niet beseffen dat er iets mis zou kunnen zijn met hun evenwichtsorgaan. Ze hebben allerlei klachten en problemen, zonder dat ze weten dat die van het evenwichtsorgaan afkomen. Voor je ogen en je oren is het heel simpel. Iedereen weet dat als hij een probleem heeft aan zijn linkeroog, dan gaat hij naar de oogarts, zegt hij, dit is een probleem met mijn linkeroog. Als je rechts niet hoort, probleem, ga je naar de oorarts en je zegt, er is een probleem met mijn rechteroor. Evenwichtsorganen is veel moeilijker. Als je op straat gaat en je gaat mensen vragen, waar zitten je evenwichtsorganen? Dan kijken ze je vaak aan met een stomme verbazing. Evenwichtsorganen, hoe bedoel je? We hebben twee evenwichtsorganen. En die zitten in het binnenoor. En die kunnen een heleboel dingen doen, goede dingen, maar het kan natuurlijk ook fout gaan. En er is niemand die ooit bij mij komt met de mededeling, dokter, ik heb zo'n last van mijn linker evenwichtsorgaan. Was het maar waar, want voor ons is het diagnostisch vaak heel moeilijk om erachter te komen of een probleem aan de linker of aan de rechterkant zit waar je evenwichtsorgaan zich bevindt. Laten we maar eens gaan kijken naar het evenwichtsorgaan. Hier zie je een model van het evenwichtsorgaan en dat zien we eigenlijk op de dia ook, heel mooi weergegeven. En je ziet hier het evenwichtsorgaan in het klein. Het zit aan alle tweede kanten. En als dat evenwichtsorgaan uitvalt, heb je een probleem. Nou, waarvoor gebruik je zo'n evenwichtsorgaan? Eigenlijk voor een heleboel dingen. Je gebruikt het voor houdingsevenwicht, voor ruimtelijke oriëntatie en voor beeldstabilisatie. Nou, je kan het misschien het beste zien wat er misgaat met zo'n evenwichtsorgaan, met ons functioneren, als we eens kijken naar een voorbeeld van twee KNO-artsen die zeg maar een onderzoek hebben gedaan naar wat er mis kan gaan als je twee evenwichtsorganen verdooft. Ze hebben links en rechts hebben ze een klein beetje een verdoving aangebracht. Deze KNO-arts die lag vrij achterloos lag die in bed te wachten tot het effect zich zou voordoen. En in eerste instantie dacht hij de eerste 10 minuten er gebeurt niks. Maar vanaf het moment dat hij probeerde uit bed te komen, merkte hij dat door de verdoving van zijn twee evenwichtsorganen hij eigenlijk zijn oriëntatie en ook zijn houdingsevenwicht kwijt was. Als je goed kijkt, dan zie je dat hij zich eigenlijk gedraagt als een soort oude man. En nou kan je al gelijk de link maken, want ja, blijkbaar bij oude mensen gaat ook iets mis met dat evenwichtsorgaan. Hij loopt eigenlijk als een oude vent. Hij kan wel staan, maar hij mist bepaalde dingen. De zekerheid van waar is de zwaartekracht. En de controle over zijn spieren. En langzaam maar zeker, terwijl hij zo staat en een beetje aan het bewegen is, begint hij steeds misselijker te worden. Hij wordt misselijker en misselijker en bij iedere beweging die hij maakt, gaat hij zich naarder voelen. En hij denkt op een bepaald moment, ik ga nu echt even naar het toilet. Niet zozeer om te plassen, maar veel meer om over te geven. En daar gaat hij. Hij zegt, laat me maar gaan, ik red het wel. Nou, dan gaan we hier even naar de volgende dia, want dan zien we hoe hij terugkomt van het toilet. Na 3 kwartier gebraakt te hebben, is hij dus doodziek. Hij kruipt over de vloer, probeert iedere beweging van zijn hoofd te vermijden, omdat bij alle bewegingen wordt hij steeds zieker en zieker.
Hij heeft last met het beeld, hij ziet niet meer goed. Hij is hartstikke misselijk, transpireert. En hij zei tegen mij: Herman, ik ben nog nooit zo ziek in mijn leven geweest. Twee dappere KNO-artsen uit Zweden die het menselijk experiment hebben gedaan. Het duurde ongeveer 8 uur. En ze hebben het 3 keer herhaald om te kijken, goed wetenschappelijk onderzoek, of het reproduceerbaar is. Goed. Nou, ik denk dat ik niet duidelijker kan maken dat je evenwichtsorganen iets doen. Ze hebben een functie. En als er iets misgaat met het evenwichtsorgaan, heb je een behoorlijk groot probleem. Laten we eens kijken naar dat evenwichtsorgaan eigenlijk, ja, hoe dat dan een rol speelt in je leven. Wat doet dat evenwichtsorgaan nou precies? Het zit hier achter het trommelvlies, zoals je ziet. En hier zit eigenlijk het slakkenhuis en het evenwichtsorgaan tezamen in het rotsbeen verstopt. Aan alle twee de kanten zit er één. Als je dwars door je oren gaat en je vormt een lijn en je gaat bij je ogen naar achteren, op die kruispunten, daar zitten de evenwichtsorganen. Dus je hebt er twee. Ze werken nauw samen en ze zorgen eigenlijk voor een aantal dingen. Ze helpen je om je te oriënteren in de ruimte, te voelen waar de zwaartekracht is, wat is boven en onder. En ze helpen je om te voelen of je zelf beweegt of de omgeving. Nou, dat lijkt heel makkelijk, maar het is ontzettend moeilijk. En dat hele systeem van het evenwichtsorgaan werkt samen met je ogen om te zien wat er gebeurt en met het gevoel in je lichaam om te voelen wat er gebeurt. Desondanks is het ongelooflijk moeilijk om soms de goede beslissingen te nemen. Ik geef je een eenvoudig voorbeeld. Stel je voor, je zit in de auto en je staat stil voor het stoplicht en op dat moment gaat een auto naast je heel langzaam naar achteren rijden. Dan denk je opeens van, oh jee, ik ga naar voren en je stapt onmiddellijk op de rem. Dus je krijgt de visuele illusie alsof je naar voren beweegt en een fractie van een seconde later voel je dat je niet zelf beweegt. Je voelt de druk niet in je rug, je voelt met je evenwichtsorganen geen versnelling, geen beweging. Dus dan weet je, weer niet goed. Dus met andere woorden, het is moeilijk ruimtelijke oriëntatie en het evenwichtsorgaan, de bijdrage daarvan is dat het het meest nauwkeurige orgaan is om te voelen of je zelf beweegt. Dat is niet het enige, je gebruikt dat evenwichtsorgaan ook voor je evenwicht, voor je balans. En dat is een heel belangrijke functionaliteit. Je probeert de hele tijd om je evenwicht te bewaren. Als we naar de volgende dia kijken, dan zie je dat je dat evenwichtsorgaan voor 2 dingen gebruikt die heel belangrijk zijn in het dagelijks leven. Voor je oriëntatie in de ruimte en het zien wat er gebeurt. En voor het voelen. Nou, hoe gaat dat nou met dat evenwichtsorgaan met het lopen? Nou, je gebruikt de snelle terugkoppeling van je evenwichtsorgaan naar je spieren. Zodat je heel goed snelle controles kan uitvoeren. En je gebruikt diezelfde signalen ook om je ogen bij te sturen. Dat je het beeld stil kan houden. Laten we even stilstaan bij het lopen en bewegen. Kijk, als ik mijn ogen dicht doe en ik loop hier rechtuit, dan is er een grote kans dat ik val. En als ik dreig te vallen, dan heb ik gelukkig mijn evenwichtsorgaan wat voelt waar de zwaartekracht is en razendsnel mijn lichaam corrigeert. Op het moment dat ik die evenwichtsorganen verlies, verlies ik de snelle reacties, de snelle correcties. En dan ben ik veel meer afhankelijk van het zien van wat er gebeurt. Dus moet ik vooruitkijken als het ware. Hier zie je de andere bijdrage van dat systeem. Het zorgt ervoor dat je goed kan blijven kijken als je je hoofd beweegt. Nou, laten we eens even de vorige dia laten zien. En dan vraag ik jullie om eens rustig naar de dia te kijken. En dan zie je dat je dat scherp beeld kan vormen. Je visuele systeem, je ogen werken perfect. Dan moet je eens naar je vinger kijken. Hou je vinger voor je ogen, zo. En je probeert die vinger
met beide ogen te volgen terwijl je hem heel langzaam over een kleine hoek beweegt. Nou, dat gaat best goed. Nou doe je het heel snel. En dan merk je dat als je dat heel snel doet, dat je die vinger vervaagt. Het lukt niet meer om die vinger te volgen. En nou doe je het omgekeerde. Nou kijk je weer naar je vinger en je schud je hoofd. En je mag net zo snel bewegen als je wil, maakt niet uit. En je zal merken dat je rustig scherp kan blijven zien. Als je naar de dia kijkt, schud je hoofd maar en kijk maar. En wat je merkt is dat je prima kan lezen. Hoe komt dat? Nou, het evenwichtsorgaan voelt de bewegingen van je hoofd. En via de snelste motorische reflex in je lichaam, de vestibulo-oculaire reflex, beeldstabilisatie, ben je in staat om je ogen tegen te sturen. Als mijn hoofd naar links gaat, gaan mijn ogen naar rechts. Gaan mijn hoofd naar links, gaan mijn ogen naar rechts, naar boven, naar beneden. En je zag het net in het filmpje. Zelfs als ik mijn hoofd zo beweeg, dan zie je die ogen weer bewegen. En die worden dus gestuurd voor een belangrijk deel door het evenwichtsorgaan. Het is zo snel, 8 milliseconden, dat als je dat evenwichtsorgaan kwijtraakt, dan lukt dat niet meer. Dus dan heb je daar een probleem mee. Goed, dus waarom hebben we evenwichtsorganen nodig? We hebben ze nodig om ons ruimtelijk te kunnen oriënteren, te voelen of we zelf bewegen waar de zwaartekracht is. We hebben ze nodig om ons houdingsevenwicht te bewaren. Uitermate belangrijk, als kinderen geboren worden zonder evenwichtsorganen, en dat komt voor, dan kunnen ze wel leren lopen, maar het duurt langer. In plaats van 1 jaar doen ze er gemiddeld 2 jaar over om te leren lopen. En ze kunnen bijna lopen op een aan de buitenkant gezien, oppervlakkig gezien, normale manier. Alleen als je ze moeilijke dingen laat doen, bijvoorbeeld over een evenwichtsbalk lopen of iets dergelijks, dan kunnen ze het niet. En ze hebben steeds hun visus nodig om te corrigeren. Dat is best wel dramatisch, want een heleboel mensen klagen over hun visus, maar dat het iets met hun evenwichtsorgaan te maken kan hebben, dat weten maar weinig mensen en ook weinig artsen. Dus zo blijft eigenlijk een probleem vaak bestaan. Ja, die evenwichtsproblemen komen heel veel voor. Ik zei het al, 1 op de 5. En je kunt zeggen dat als je ouder wordt, dus zeg maar boven de 65, dan heeft zo'n 20-30% van de mensen een minder goede evenwichtsfunctie. Precies hetzelfde als dat je gehoor afneemt en ook je gezichtsvermogen afneemt. En het is een van de belangrijkste oorzaken van vallen. In het volgende college ga ik jullie vertellen van ja, wat is nou eigenlijk de relatie tussen bijvoorbeeld iets te veel drinken en het evenwichtsorgaan. Ook wel interessant.